De overheid zal nagaan wat het effect van de recente verhoging op elektriciteitstarieven is in de winkels. Dit vertelde minister David Abiyamufo van Natuurlijke Hulpbronnen eerder deze week aan journalisten. De bewindsman geeft verder aan dat winkeliers mensen niet mogen benadelen. Geen misbruik van de situatie. Ja, maar stroomprijs op, dus dit gaat met zoveel procentpunten omhoog. Dat willen we niet. Dus we gaan die zaak nauw monitoren van dichtbij. En daarom is als flankerende maatregel ook meegenomen dat economische zaken van dichtbij gaat meekijken hoe die prijzen zich gaan ontwikkelen in de winkel. Want dat is bij die hele kwestie aanpassing van elektriciteitstarieven is dat mijn zorgpunt. Voor de rest zeg ik van, ik hoor geluiden alsof achterban van vakorganisaties wordt opgeroepen om in actie te komen. En ik zeg, ik roep die achterban op van laten we kijken naar wat die verhoging zal betekenen, ja, per saldo voor die groep. De minister zegt dat ook naar de factuurbedragen gekeken moet worden. Hij denkt niet dat hele grote bedragen betaald zullen worden vanwege de verhogingen. Laten we goed kijken naar die rekeningen toch, wat ze uiteindelijk zullen worden. En dat stukje van het doorwerken in de winkelprijzen, sowieso hebben we als regering gezegd dat we in elk geval dat stukje van de basisgoederen nauwgezet zullen volgen. Abiyamufo benadrukt dat mensen hun verbruik per maand zullen moeten bijhouden. De energiebedrijven Suriname zal maandelijks ook een sms versturen naar al haar verbruikers.